nu dit naar buiten komt, krijg je gezeik in de kleedkamer. Dat is 100% zeker. Ophef bij voetbalclub ADO Den Haag. Bij de club met een beperkt budget blijkt de 30-jarige Thomas Verheydt een grootverdiener te zijn. En ja, met een salaris van $500.000 blijkt hij de best betaalde speler van ADO ooit. Dat is bizar en echt een geluksvogel eerste klas. Want de gemiddelde salarissen in de eerste divisie liggen een stuk lager. Tussen de 25.000 en €30.000 per jaar voor een modale speler. Het is wat de gek ervoor geeft en hij komt naar een aantal clubs. Hij heeft vorig jaar 30 goals gemaakt en ze verwachten dat hij er weer 30 gaat maken. En dat zou promotie betekenen bij wijze van spreken. Dus zij kopen goals en goals zijn duur. Thomas Verheydt blijkt een grootverdiener te zijn binnen de club, hè? Dat heb ik gehoord. Ik zag het net op de e-mail. $500.000 krijgt hij. Ja, nou ja, goed. Het is een profvoetballer en dat zal wel een restrictie geweest zijn. Anders zou hij naar het buitenland gegaan zijn. Dus. Ja, ik zou het graag zelf ook verdienen. En ik vind dat ik het ook verdien, maar dat is helaas niet het geval. Nou, ik vind dat genoeg. Okay. Meer is hij ook niet waard, even nu. Ik vind sowieso de salarissen bij veel voetballers absurd. De vraag is ook, wat doen ze ermee? Dat mag teruggeschroefd worden, vind ik. Kijk, een tonnetje per jaar kan je ook al heel goed van leven. Waarom betaalt ADO nou zoveel geld voor één speler? Ze denken dat ze met hem terug kunnen keren in de Eredivisie, zo snel mogelijk. En daar is alles op ingesteld. Alleen, je krijgt ook in de kleedkamer een geweldige tweespalt. Want hij zit naast spelers die net een stuk minder verdienen. Ja, en dan zeggen ze, waarom hij zoveel? Ik doe ook mijn best. Ja, Kuyt zegt daarover, is niet waar. Alle spelers vinden het oké. Ik denk dat Dirk zijn beleving iets anders is in de eerste divisie dan in de Premier League. Maar ik denk dat Dirk heel goed beseft dat dit voor tweespalt gaat zorgen. Nu dit naar buiten komt, krijg je gezeik in de kleedkamer. Dat is 100% zeker. Andere spelers zitten daarvoor een heel erg modaal salaris. Ja, het is niet anders. Dan heeft hij het goed gedaan. Ik denk dat dat inderdaad ook binnen een teamsport, dat geen bevorderlijk is voor een team. Als er zoveel verschillen tussen zitten. Je moet zelf tevreden zijn met wat je geboden wordt. En ja, wat een ander krijgt. Ik ga ook niet kijken wat een andere horecaondernemer verdient. Hoe groot is dat gat tussen de spelers? Groot. Ja, als Verheydt met €500.000 de grootverdiener is, zitten er ook spelers bij die gewoon modaal verdienen €25.000 tot €30.000. Dan vraag je over 20 keer zoveel. Is hij die €500.000 echt waard? Ik heb eerlijk gezegd de afgelopen wedstrijden niet meer naar ADO willen kijken. Want het is natuurlijk het is heel vervelend om te zeggen. En ik vind Dirk Kuyt een hele sympathieke man. En had hem eigenlijk meer gegund. Maar het gaat niet goed, hè? Nee, het gaat niet goed. Verheydt heeft tot nu toe nog niet gescoord. Wordt het op termijn een probleem? Nou, hij gaat wel weer scoren. Hè. Het is in de eerste divisie een grote speler, sterke speler, goede spits. Hij moet wel de aanvoer van de flanken krijgen, maar hij gaat ongetwijfeld weer scoren. En dan is iedereen het weer vergeten. Dit seizoen moet nog even blijken. Kijk, als hij ons de Eredivisie inschopt, dan verdient hij zijn geld makkelijk terug. Ja, en wat nou als hij dat niet doet? Ja, dan hebben we pech gehad, verkeerd gegokt. Ja. Ik denk dat Dirk Kuyt het niet lang vol gaat houden in ieder geval. Dat, ja.